Fijn dat jullie zijn ingegaan op de uitnodiging van de tuinman van Sittersgeleerd. Daar staat hij. Ja. Dat is hem, hè. Die jullie hebben uitgenodigd om met ons te komen praten over die gezamenlijke tuin die we openbare ruimte noemen. Openbare ruimte waar we allemaal gebruik van maken, iedere dag weer. Al was het maar al nu om hier naar binnen te kunnen komen vanwege stoepen, parken, perken, bomen die we daarin tegenkomen en alle andere elementen die daarbij horen. En waar we eigenlijk al van oudsher gewend zijn dat de gemeente dat allemaal beheert en regelt. Wij willen een keer weten wat de stad, wat alle inwoners van Sittersgeleerd hier eigenlijk vinden. Wat zij nu eigenlijk belangrijk vinden in die gezamenlijke tuin en openbare ruimte. En we vergeten erbij dat er in die stad heel veel mensen wonen, jullie onder andere, die iedere dag van die ruimte gebruik maken en dus ook dingen zien en denken, goh, waarom doen ze dat nu zo? Ik hoor ze regelmatig. Die dingen willen we nu juist horen. En daarom ben ik erg blij dat jullie er vanavond zijn. Jullie gaan ons door het programma leiden. Wat het belangrijk is, wat de wethouder ook al aangaf, is dat we eigenlijk op zoek zijn naar een andere manier van omgaan met de openbare ruimte. Wat we heel erg merken, overal, is dat bewoners steeds meer mee willen praten over die openbare ruimte. Jarenlang heeft de gemeente altijd gewoon gekeken van hoe kunnen we nu zo efficiënt mogelijk die openbare ruimte inrichten. Maar je ziet dat langzaamaan aan de ene kant de bewoners de switch maakt van hé, die openbare ruimte is eigenlijk ook een beetje van mij en daar wil ik eigenlijk ook wel over meepraten. Aan de andere kant zie je dat de gemeente de switch maakt veel meer naar van hé, wij doen het eigenlijk ook voor iemand en dat is die bewoner, die ondernemer. En waarom betrekken we die er dan ook niet veel meer bij en waarom gaan we niet bij hun ophalen veel meer wat hun wensen en eisen zijn. Wat zij verwachten van die openbare ruimte, die we ook wel eigenlijk veel meer zien als onze gezamenlijke tuin. Heel veel doen door te werken met beelden. We hebben foto's gemaakt in de buurt, in het stadsdeel. En daar willen we heel graag reactie op. En dan zijn we dus heel erg op zoek naar die gebruiksinformatie en wat jullie ervan vinden. We gaan ons zo eerst even voorstellen. En dat doen we aan de hand van een aantal foto's. Dus wij gaan foto's op de tafel gooien. Dat zijn algemene foto's over de openbare ruimte. En daarvan willen we vragen dat jullie een foto kiezen waarvan jullie denken, hey, hier, aan de hand hiervan kan ik vertellen wat voor mij belangrijk is in die openbare ruimte. Ja. Weinig rotsen erin, van vuilnis en afvallen van tuinen en ze gaan allemaal wat ze neerkiepelen. En de kinderen kunnen dat fatsoenlijk spelen. Ja. Daar nemen ze last van. Ja. Nou, ja, dus eigenlijk een mooie boodschap van het ligt toch braak en maak er dan ook in die tijd maar iets van dat het ook iets teruggeeft aan de buurt, aan de gemeenschap. Ja. En dat kent heel, heel fijn met speelstoestellen en zandbakken en zo. Van wie is dat? Van de gemeente, ja. Zijn volkssteuning geweest. Ik wil er even op aansluiten, er zijn verleden klachten geweest dat er wild groei was en onder andere berenklauwen, dat is gevaarlijk voor kinderen, maar die spelen daar. Toen is er, vorig jaar is het geweest, is er enquête geweest om de paardjes te laten lopen. Nou, dat wilde de bevolking maar niet, vanwege de overlast en de reuk. Ja. En speeltoestellen ja, maar er moet een draagvlak zijn ook, ik denk dat we dat wel hebben. Maar er zijn ook mensen die ageren tegen het fluit, dus het is heel moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Ja. Maar als dorp gaat, zijn we voor die speeltoestellen. Ja. En waar ze ook komen ook. Ja. Ja. Maar dat is ook inderdaad het leuke wat ik nu al hoor, want het gaat bijna over dezelfde ruimte. Iedereen heeft daar eigenlijk wel dezelfde wens, maar iedereen heeft daar een andere nadruk op. Hè. Ja. En waar soms ook echt over detail gaat, zeg ik allemaal van ik wil veiligheid. Blijf verder ook gewoon actief via Facebook mensen benaderen. Daarnaast gaan de ambtenaren die gaan aan de slag met het maken voor het integrale plan voor de openbare ruimte. Dus vragen die wij vanavond hebben geformuleerd en de input die is teruggekomen, dat gaan we dus ook in de andere stadsdelen nog doen. Maar voordat we het definitieve plan hebben, gaan we nog een keer terug. En gaan we dus weer het gesprek aan met jullie en ook met andere bewoners. Om te kijken van is dit nu het plan wat jullie ook voor ogen hebben? Of zeggen jullie, hey, hier ontbreekt echt nog iets aan? Of dit hebben jullie nog gemist? Of we zijn veel te ver die kant op doorgedragen? Dat is niet wat we willen. Dus zo gaan we het nog een keer testen. Daarnaast gaan we ook nog naar de scholen. Dus gaan we ook kinderen vragen wat ze van de openbare ruimte vinden en hoe die het ervaren. Omdat die heel anders kijken dan wij volwassenen. En soms nog lekker onbevangen en heel creatief zijn. En denken van wat die grote mensen allemaal bedenken. Ik snap er niks van. Ik weet het allemaal veel beter. Dus dat soort ideeën hebben we ook nodig. Verwacht niet dat we morgen al die individuele dingen die genoemd zijn gaan oplossen.
daar was het vanavond namelijk niet voor bedoeld. Daar is de buiten beter ervoor. En dan mag de KCC voor bellen of de website gebruiken. En Joy heeft ook nog goed meegeluisterd. Maar eigenlijk knelpunten zijn te snel kunnen. Maar daar ging het eigenlijk niet om. Het gaat juist erom dat we van daaruit met elkaar een beeld krijgen. Kunnen we nu dingen slim in die openbare ruimte doen, beter anders. Inderdaad, misschien een week later vegen. Of die koper bladkorven plaatsen dan het zelf opruimen. Nou, dat soort zaken. Daar gaat het vooral over, dat wilden we heel graag horen. En ik heb daar hele waardevolle zaken over gehoord. Dus dank daarvoor voor jullie inbreng. Voor de tuinman van Sittard-Geleen probeert de gemeente de inwoners de vraag te stellen: wat vindt u nu eigenlijk belangrijk in die openbare ruimte? Dat doen we onder andere via de werkplaatsen, waar we met de inwoners in gesprek gaan over het beheren van die openbare ruimte. Mensen zijn vaak geneigd om, als het over de individuele straat gaat, ja, dan komen ze allemaal meepraten. En je ziet ook vanavond weer dat als je over de hele stad iets mag vinden, dat dat wat anoniemer is en dat niet iedereen komt. Maar dat maakt niet uit. We hebben ook een middel om via Facebook informatie te geven. De tuinman van Sittard-Geleen vindt u daar ook. En u kunt ons ook mailen. Dus mensen kunnen op allerlei verschillende manieren de informatie brengen. We gaan ook in gesprek met de scholen. Maar volgende week, woensdag de 18e en donderdag de 19e, zijn nog twee werkplaatsen waar de kijker van Sittard-televisie natuurlijk van harte welkom is om mee te praten over de openbare ruimte van Sittard-Geleen. Woensdag om 19:30 in Fitland en donderdag om 19:30 in de Oase. Allebei in Sittard. Maar de inwoners van de hele stad zijn daar welkom die nog niet de kans hebben gehad om deze week te komen. En het is wel belangrijk dat u meepraat, want u bent gebruiker van die openbare ruimte. U loopt daar iedere dag, of u komt er op een andere manier, u recreëert, u sport. En wij willen graag weten wat u dan nu van vindt en waar wij als beheerder van uw tuin op moeten letten om het met elkaar nog mooier te maken in die openbare ruimte van Sittard-Geleen.